zorgvoorziening onder druk. Veel personeel heeft geen salaris ontvangen. Momenteel gaan beelden viraal van politieagenten die een burger mishandelen. Een nieuwbouwwoning in Suriname onbetaalbaar. Een budgetwoning voor $50.000? Goeiedag. Dit is Regionieuws TV Suriname van 1 mei 2023. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. Het begon met een oproep van vakcentrale C47. Dat werd overgenomen door steeds meer vakorganisaties en nu adviseert ook de vakbond bij het Academisch Ziekenhuis het personeel om morgen 2 mei niet op het werk te verschijnen. De vakbond heeft de leden ook opgeroepen voor een algemene ledenvergadering op woensdag 3 mei. Dan zullen enkele brandende vraagstukken worden besproken, waaronder de situatie met betrekking tot een overbruggingstoelage. De toelage had vorige week overgemaakt moeten zijn. Dat gebeurde niet en veel personeelsleden hebben nog niet eens hun normale salaris ontvangen. Dat is dan ook de reden waarom de bond de oproep van de overige vakorganisaties volgt. Momenteel gaan beelden viraal van politieagenten die een burger mishandelen. De Surinaamse politie zei gisteren in een bericht dat het incident wordt onderzocht. Er zijn al jaren veel klachten over optreden van agenten tegen burgers. Recentelijk werden politiemensen, onder wie een officier, aangehouden omdat zij arrestanten het ziekenhuis in hadden geslagen. De agenten zijn inmiddels weer op vrije voeten, in afwachting van een rechtszaak. De politieleiding zegt in de verklaring dat het mishandelen van burgers voor haar onaanvaardbaar is, ongeacht de reden die ertoe heeft geleid. Het integriteitsbeleid bij de politie wordt onderworpen aan een grondige evaluatie. De politie streeft naar een strategie van voorkomen in plaats van repareren en werkt er nog steeds aan de beste vriend van de burger te zijn, staat in het persbericht. Een woning bouwen is in Suriname voor slechts enkele weggelegd. De kleine groep die zich dat nog kan permitteren is vandaag bijna 70% duurder uit dan een jaar terug. Volgens voorlopige cijfers van het Algemeen Bureau voor Statistiek zijn de gemiddelde prijzen voor bouwen in het eerste kwartaal van dit jaar met bijna 15% gestegen ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Maar vergeleken met het eerste kwartaal van vorig jaar is de stijging van de bouwkosten iets meer dan 69%. De stijging is vastgesteld aan de hand van de bouwprijsindex. Daar zit een vast pakket van 107 goederen en diensten voor werkzaamheden in de huizenbouw, de utiliteitsbouw en de civiel-technische werken. De bouwkosten voor een vierkante meter bouwoppervlak komen al gauw op zo'n $700. Een simpele budgetwoning van ongeveer 52 vierkante meter zou nu dus bijna $50.000 kosten. De overheid introduceerde onlangs de 7% woningbouwfinanciering. Burgers kunnen dan maximaal 950.000 SRD lenen voor de bouw, aankoop of renovatie van een woning. Bij een koers van 38,5 SRD voor de dollar kan dus nog geen $25.000 worden geleend. En tot zover Regionieuws TV Suriname. Wilt u dagelijks op de hoogte blijven? Download dan onze app Regionieuws TV en nieuws melden, dat kan, naar suriname@regionieuws.tv. En kijkt u via YouTube? Vergeet u dan niet u te abonneren. Dank voor uw aandacht en blijf vooral gezond.